vandaag heeft de regeringsraad plaatsgevonden. Welke belangrijke besluiten zijn er genomen vandaag? Ja, dus elke woensdag komt de regering bijeen om belangrijke issues en vraagstukken te bespreken. En daaruit rollen er bepaalde besluiten. En vandaag zijn de volgende besluiten die van belang zijn genomen. En als eerste is het dat de regering heeft goedgekeurd het project voor een verbindingsweg tussen Wakai tot Apura. Dat verbindt dus Nikeri aan Apura. Dit brengt ook met zich mee dat Apura een beetje makkelijker, sneller en veiliger bereikbaar zal zijn. Dit betekent ook dat producten, diensten vanwege de transport dus ook goedkoper aangeboden kunnen worden. Verder zal komende week de vicepresident samen met een clusterteam van ministers en in de cluster zitten SOZAFO, LVV en onderwijs en deskundigen van SOZAFO, de project management team, samen met de first lady, die zullen schoolvoedingprojecten uitwerken. Enkele van soortgelijke projecten die al in uitvoering zijn geweest zijn het broodjesproject van de First Lady. De vicepresident had het over scholen in het zuiden waar er wordt gekookt en waar de leerlingen voorzien worden van een maaltijd. Maar er zal gekeken worden naar de verschillende behoeftes van de verschillende scholen uit verschillende buurten. Wie heeft wat nodig en aan de hand daarvan zal er een aangepaste programma gemaakt worden per school. Verder heeft de regering onder voorbehoud goedgekeurd stopzetting van heapleaching. En dat houdt in een goudwinningsproces bij de kleinschalige goudsector waarbij er chemicaliën wordt gebruikt om een goudwinning te doen. En de stopzetting is van belang om dus verdere milieuvervuiling te voorkomen. Er wordt een bedrag hiervoor beschikbaar gesteld en dat komt uit de begroting van natuurlijke hulpbronnen. Er zijn bijvoorbeeld ook projecten waar ze workshops zullen aanbieden aan de kleinschalige goudsector, hoe ze ook aan goudwinning kunnen doen zonder die gevaarlijke chemicaliën die de milieu kunnen vervuilen. Dus het wordt allemaal uitgewerkt en wanneer er meer informatie daarover is, dan komen we bij u terug daarmee.